Ja, persoonlijk hou ik heel erg van krulhaar, maar het schijnt wel lastig te zijn om te onderhouden en mooi te houden. Nou, heb je thuis nou ook krulhaar, dan moet je vooral even op blijven letten, want ik ben vandaag bij Shiro's Hair en ze gaan ons allemaal tips geven over krulhaar. Nou, eens even kijken. Nee, sorry hoor, het is niet echt wat voor mij. Oh, ik vond het wel mooi bij staan. Ja, dank je. Hey, maar ik heb wel geleerd dat krullen dus niet zo heel erg makkelijk zijn om te onderhouden. Klopt. Krullen hebben heel veel verzorging nodig, omdat het vaak wat droger haartype heeft, dus het heeft veel voeding nodig. Dan heb ik het over een masker, dus een haarmasker, minimaal het liefst 1 keer per week. En het liefst dan een professioneel product of zelf een masker maken. Zijn dat dan bijvoorbeeld producten die je hier klaar hebt gezet? Ja, klopt. Dit is een speciale shampoo conditioner voor krullend haar. Okay. Dus er zit vocht en proteïne in. Dit is echt een crème om je krullen power te geven. Dat past eigenlijk bij elk haartype. Dit is fibermousse en dit is voor volume en om een beetje die krul-definitie mooier eruit te laten komen. Mag ik ze even kijken? Ja, tuurlijk. Wil je het zien? Ja. En dit kneed je er dan zeg maar in? Ja, die borstel je erin. Oh, die borstel je erin. En dan laat je het opdrogen? Ja, klopt. Oké. Grappig. Handen wassen. Ja, dat ga ik even doen. Ja, is goed. Ik ben zo terug. Als je nou nog een tip zou moeten geven aan mensen met krullen thuis, bijvoorbeeld, wat zou je dan adviseren? Gebruik goede professionele producten. En je hebt ook nog een speciale borstel. Die lag hier, daar. Hè? Ja. Hiermee kam je echt heel goed de producten in je haar, waardoor gewoon bijvoorbeeld meer glans krijgt en dat je krul er mooi uitkomt. Oké. Nou ja, jij bent het levende voorbeeld ervan, hè? Ja. Dus helaas moet ik het met dit doen.